Daar zijn we. Ja. Dat ik het altijd heel spannend vond. En ik heb echt hele goede dingen gevonden voor proefwerk. Sesam mayo, al die bullshit. Stomme joch dat je bent. Goedemiddag, we gaan vandaag naar tuincentrum Lurs. Het klinkt niet zo spannend, maar het is een tuincentrum met een van de grootste kerstafdelingen van Nederland. Volgens mij is die intratuin Duiven is groter, maar deze is ook echt mega, mega. Dus daar gaan we naartoe met z'n drietjes vandaag. Seki ziet er echt formidabel uit. Wat een outfit, gek. Wie heeft dat samengesteld? It's me. Ja, we gaan er vandoor. Daar zijn we. Missie voor vandaag is natuurlijk wel Seki zijn kerstbal voor dit jaar bemachtigen. Hij mag elk jaar een kerstbal uitzoeken. Nou heeft hij daar de eerste paar jaar van zijn leven natuurlijk een beetje hulp bij nodig van ons. Wat zit jij juist mij altijd uit te lachen? Stomme joch dat je bent. We zijn weg bij Lurs. We zijn nog even naar Albert Heijn Excel geweest, want dat zit hier om de hoek. En ik heb echt wat hele goede dingen gevonden voor proefwerk, dus ik zal straks nog wel wat dingen laten zien. Het is al 6:30 inmiddels. We hebben nog snacks zitten eten bij Lurs, dus we hebben geen honger. Maar het is... Oh, wil je mee laten schrikken? Ja. Dat lukte niet echt. Nee. Dit zijn mijn vondsten in de Albert Heijn XL. We hebben de... Mayoneur Burger Mayo. Ze hadden ook nog Sambal Mayo. Die heb ik al wel eens geproefd. Die is echt super lekker. Deze is nieuw van Mr. Kitchens. Sesam Mayo. En sowieso is het nieuw van hun dat ze nu mayo hebben in spuitflessen. Dat vind ik veel chiller dan in een pot. Dus dat vind ik echt top. Ja. Deze is nieuw. Rookkaas. Vegan. Echt zo grappig. Want dat at ik heel graag toen ik nog kaas at. En ik heb deze voor vanavond. Deze komen niet in... proefwerk. Deze ga ik gewoon vanavond lekker opeten met Mert. Gyoza's met groenten erin. Ik ben benieuwd of deze in de airfryer kunnen. Maar ze worden dus echt heel lekker in de airfryer. Super crispy aan die randjes en aan de binnenkant gewoon goed gaar. Ik weet niet helemaal wat deze verkleuringen zijn, maar dat zat er al op toen ik ze uit de verpakking haalde. Echt een aanrader deze. Hallo, het is maandag. Vanmorgen hebben Mert en ik en Seki een rondleiding gehad op een kinderdagverblijf. En ik heb hem meteen ingeschreven. Hij is nu bijna 1,5 jaar. En ik heb hem die 1,5 jaar fulltime thuis gehad. Mert en ik werken allebei thuis. Dus we zijn er allebei. Maar ik zou wel zeggen dat Mert nog fulltime werkt en ik parttime. Dus ik ben die 1,5 jaar eigenlijk non-stop met Seki geweest. Met de uitzondering van dat hij dan wel eens naar zijn oma gaat of zo. En ik moet ook zeggen dat ik er vaker over na heb gedacht. Over kinderopvang. En dat ik het altijd heel spannend vond. En... dat het me toch wel tegenstond tot de afgelopen maand. En toen dachten we, laten we maar eens een rondleiding plannen. Dat was eigenlijk gelijk heel leuk. En we hebben geluk, want ze hebben ook nog eens plek op korte termijn. En ik weet niet waarom, maar ik vind mijn houding daar tegenover op een of andere manier heel leuk. Omdat ik er eerst eens heel erg tegenop zag en allemaal beren op de weg zag. En nu ben ik daar een stuk relaxter in. Ik denk dat ook wel dat dat wat zegt over mijn avontuur in... ouderschap, moederschap. Het zijn eerst een paar halve dagen en dan bouwen we dat misschien uit naar hele dagen. Maar we willen eerst even proberen. Maar ik kijk heel erg uit naar de extra tijd die ik ga hebben voor werk en voor mezelf. En ik kijk heel erg uit naar dat Zeki zoveel plezier gaat hebben. Want ik zag hem nu al met die kindjes en hij is hier zo aan toe. Hij is mega sociaal. Hij bloeit helemaal op met andere kinderen. Dus hij gaat dit echt fantastisch vinden. Dus dat is echt goed. Echt een mooie nieuwe verandering die eraan komt.
voor het volgende, het komende jaar eigenlijk. Oh, ik merk dat ik die laatste weken van december altijd zo heftig vind. Terwijl er verandert niks als er een nieuw jaar is. Maar toch is dat gevoelsmatig zo. En toch dat dan dus 2023 dichterbij komt, vind ik... Ik weet het niet. Ik vind het spannend. Ik vind het leuk. En op een of andere manier ligt er dan ook weer een druk op me. Maar dat is zo'n stom verzonnen maatschappelijk concept. Want er verandert letterlijk niks als het nieuwe jaar begint. Dat is echt iets wat wij zelf als mensen verzonnen hebben met onze goede voornemens en al die bullshit. Hey, de kerstboom staat niet aan. Dat kan niet, hè? Hij is zo leuk, onze kerstboom. We hebben er echt wat leuke, bijzondere ballen in hangen. Deze ben ik gek op. Het koekje, dat was Zeki's bal van vorig jaar. Dat is iets waar ik helemaal niet op teruggekomen ben. De kerstbal voor Zeki. De grap is dus, we waren naar dat kerstparadijs, tuincentrum Leurs. We hebben niks gekocht. Nul. Noppes. Nada. Het was denk ik zo overweldigend en extra overweldigend als je peuter daar aan het rondrennen is. En ik heb gewoon niet kunnen kijken. Dus ik heb wel gekeken naar alle dingen, maar niet daadwerkelijk gekeken naar... Wat kan ik kopen? Maar goed, ja, het is maandag. Dat was eventjes de update van wat er vandaag tot nu toe is gebeurd. Het is ijskoud buiten. Ik heb nu tijd om even wat werk te doen. Maar ik wil wel even wat eten. Dus ik ga even lunch maken. Ik heb nog wat tofu, dus ga ik scramblen. Deze vegan bacon erbij, die is echt super lekker. En dan misschien een crackertje met wat vegan kaas. Ja.